af en toe weten de bijen te verrassen. Ik heb in mijn kasten altijd mijn kaartsysteem, zeg maar. Het is geen kaart, het is gewoon een stuk duct tape. En daar lees ik altijd wat ik de laatste keer gedaan heb en aandachtspunten. Volgens mij anderhalve week geleden stond in deze kast geschreven dat ik in de gaten moest houden, want ze hebben weinig voer. En bijen weten je af en toe heel hard te verrassen, want gisteren keek ik in deze kast. Niet om te inspecteren, maar het andere verhaal, ik moest even deze kast zijn. En tot mijn verbazing was de kast bijna verzopen in het voer. Dus we gaan deze nu even openmaken om te kijken of het nog steeds zo is. Dat is zo, maar dan is het leuk om het te zien. En daarna gaan we deze een extra kamer geven. Dat is dan een zogenaamde honingkamer. En die honingkamer, daarmee kunnen ze de honing die hier overtollig is naar boven brengen. Zodat hier weer plaats is dat de koningin eitjes kan leggen. Want de koningin heeft hier geen plaats meer. En als ze straks helemaal geen plaats meer hebben, dan heb je kans dat die koningin vertrekt. Met de helft van het volk, dan ben ik weer een zwerm kwijt. Dus om dat te voorkomen gaan we ze nu weer plaats geven. Om te voorkomen dat de koningin dadelijk in die bovenste kamer ook weer eitjes gaat leggen, komt deze er bovenop te liggen. Dit is een koninginnenrooster. De koningin heeft een breder borststuk en een dikke kont. En ze past hier gewoon niet doorheen. De andere bijen, de dames wel. Dus alleen maar de dames kunnen hier naar boven om honing op te slaan. En daarmee voorkom ik dat hier allerlei broed in komt. Dus eitjes en larfjes en dergelijke. Dat ik straks niet een hele volksmoord ga doen als ik mijn honing ga slingeren. Plus de voorkoming dat er daar allemaal bijen delen, zeg maar, dat er figuurlijk in de honing terechtkomen. Dus die leggen we vast klaar. Dan gaan we beginnen. Kapje op. Gisteren waren ze lief. Maar soms vinden ze het ook niet leuk om 2 dagen achter elkaar gecontroleerd te worden. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Nou, daar gaan we. Eerst het bandje even los. Dat ervoor zorgt dat ze met wind niet wegwaaien. Dan gaan we even, hoe het genoemd wordt, aanbellen. Een goede plak aan deze kast. Laten we heel even wennen aan de gedachte. Die gaat weer open. En zoals je misschien kunt zien, 9-6, weinig voer. Dit is mijn propolis rooster, wat helemaal vol bijen zit, maar ook gewoon vol met propolis, dus ook die komt er eigenlijk meteen even schoon op. En je ziet, ze hebben hard gewerkt. Leuk detail was trouwens, hier zat gisteren allemaal honing, die hebben ze ondertussen alweer verwerkt. En zoals je hier misschien kunt zien, is dat deze kast echt helemaal vol bijen zit op dit moment. Je ziet, deze kast zit echt vol. Hoi! Je ziet, deze kast zit echt vol. Dus die gaan we wat plaats geven, zodat ze weer wat ruimte hebben. En wat opslag voor de honing. Ik probeer altijd een beetje orde te houden in de kasten. Even de dames met tanden laten gaan. Het hoeft daarbij niet vol de kas uit te roken. Ik moet alleen even verzoeken een beetje plaats te maken, zodat ik daar met schoonmaken. En je ziet, ik probeer echt de rook er overheen te laten gaan. Ik hoef er snel geen rookhoning te maken, zeg maar. Maak het even schoon. Probeer je altijd te doen zonder bijen erbij te trekken. Zat goed in zijn kopjes. Het schoonkrabben doe je overigens altijd pas op het einde van de controle normaal. Maar ik hoef geen volledige controle te doen, dus duurde het nu ook wel wat eerder. Maar die trilling irriteert de bijen er al. Ze komen snel naar boven, dus ik krijg één keer extra.
Ik bewaar nog altijd, nog steeds, elk stukje bijenwas. We gooien niks weg van de bijen, het kan allemaal hergebruikt worden. Wat dat gaat, zijn ze echt wel heel duurzaam. Nu ga ik heel eventjes kijken. 1, 2, 3, 4. Hoe de stand hier is. Nou, ik voel hem al aan dat hij heel zwaar is. Je ziet nu hier een kring met honing. Kant. Je kunt ze gewoon een kant aaien. Ze steken niet. Ze kunnen gewoon in mijn hand stilsteken. Als ze boos zijn, kunnen ze ook doorheen steken. En je ziet hier wel allerlei puntjes met broed, hoe het dan heet. Maar verder zie je, ik zal hem een beetje bewegen, die grenzen, alles blinkt. Dus ze hebben gewoon geen plaats meer om de honing op te slaan. Dan gaan ze de honing opslaan daar waar normaal de eitjes moeten komen. Met als gevolg dat de koningin nu geen plaats meer heeft om eitjes te leggen. Alles blinkt helemaal. Alleen maar hier een hele dunne kring met broed. En hier wel vol honing belegd. Dit is echt wel wat je noemt een verzopen broednest. Verzopen in eigen honing. Ik zal er aan deze kant nog eentje uitpakken. Heel rustig naar boven tellen dat de bijen de kans hebben om te gaan of wat dan ook. Ook deze, ja, ik voel wel dreigend het gewicht, maar je ziet alles vastpakken die niet valt. Alles blinkt. Geen plaats meer voor de koningin. Hier is broed, een en al honing. Hier is broed en nogmaals, het leuke is als je bijen vriendelijk lief bent, kun je gewoon zeggen, even aan de kant. Ja, ik praat tegen mijn bijen trouwens. En dan zie je hier die dikkere bultjes. Dat zijn de mannetjesbijen. De darren komen hieruit. Darren zijn een stukje groter. En die hebben dus iets meer plaats nodig. En hier zie je, ik weet niet of dit zo te zien is, zitten van die larfjes zitten erin. En omdat deze ietsje groter zijn, weet je dus dat dit mannetjes gaan worden. Hallo! Heel rustig erin. Nu heeft het mij verder geen zin om deze hele kas door te gaan spitten. Ik weet eigenlijk al wat ik dacht tegen te komen. Dus ik ga eerst de dames vragen of ze even naar binnen willen gaan. Nou, dan pak ik die koninginnenrooster. Ik leg hem altijd haaks op de planken. Een klein beetje aan eventjes. Sommige bijen zijn geschrokken. Weer even plaats. Zo. Nu pak ik een kast met lege ramen. Die zitten op dezelfde lijn er bovenop. Je kunt deze nu zo laten staan. Dan ben je eigenlijk is het dan nog goed. Wat ik zelf wel prettig vind, wat ik nu nog ook ga doen. Ik wil even de bijen hun interesse wekken. Ik spuit er wat water in. Dan komen ze daar drinken. Er zit een klein beetje honing doorheen. Nou, dus we hebben er nu een toren bovenop gezet. En ja, die moet nog geverfd worden. Komt goed. En ik heb een populusmot die schoongemaakt is. Die leg ik er bovenop.
kant hebt liggen. Wordt daar mooi afgesloten door de deksel. En deze kas is eigenlijk al klaar met de controle. Of controle is niet eens controle, is gewoon het geven van een extra ruimte. Deksel erop. Klaar als klaar. Even kijken wat de datum vandaag is, want dat weet ik uiteraard altijd. 26-6. Honing, kamer, HK, gegeven. Je weet de vorige keer wat hier gebeurd is. Kan ik even een andere kast controleren dadelijk, maar voor nu was dit een filmpje over het geven van een broedkamer, een honingkamer. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen, stel ze hieronder. Dat was die. Goedjes.